In de zomer even een pauzetje. Ja. En dan na de zomer weer knallen, man. Dus maar er komt wel iets engs aan. Iets engs? Ja, er komt wel hoe iets eng, hoe eng, hoe eng? Echt eng. De one on Elias of the beat. Yes, we zijn aanwezig. Fernando Phonix, Oh My Festival. Man, man, man. Ja, en je hebt net geweldig zitten draaien, hoor ik, ja, bij de Avalon Stage. Klopt, ja, man. Was lit, man. Was lekker. Even een setje gedraaid. Ja. Mensen laten dansen, daar doen we het voor. Je hebt mensen die geweldige tunes van je laten horen. Ja, tuurlijk, mooi. Maar ik deed het. Jij deed één, maar ik deed geeft het een extra kick als je op een gegeven moment mensen ziet losgaan op iets wat je gewoon in de studio gebouwd hebt met je vrienden? Tuurlijk, broer. Het geeft je echt een aparte energie, zeg maar. Want je maakt iets met je matties, je weet toch? Ja. Je zit in de studio en dan draait op een festival en dan zie je dat mensen ook hetzelfde reageren als je matties of jijzelf. Ja. Hoe jij in de studio hebt gereageerd. Dus dat is hard, sowieso. En bij welke track krijg je nog steeds kippenvel als je hem zelf gewoon afdraait? Je denkt, nou, die song is wel extra speciaal voor me. Domme jongens, man. Nog steeds. Nog steeds, ja, hè? Nog steeds, broer. Ja. Die gevoel gewoon van, het is alweer 3 jaar geleden, maar nog steeds dat mensen springen, losgaan, is hard, man. Ja. Is echt hard, ja. Is allemaal love, zeker. En wat voor liefde ga je ons nog meer geven qua muziek? Heb je wat stiekeme dingetjes, zeg maar, in de computer zitten dat je denkt van, oké, nu wil ik even een andere kant van mezelf laten zien? Ik ben sowieso bezig om verschillende kanten van mezelf te laten zien. Als je mijn laatste releases allemaal hebt gecheckt, sommige zijn afro, sommige zijn low tempo, ja, sommige zijn trap. Dus ik ga kijken naar de zomer, wat ik ga brengen. Nu in de zomer even een pauzetje. Ja. En dan na de zomer weer knallen, man. Dus maar komt wel iets engs aan. Iets engs? Ja, kom wel hoe eng, engs hoe eng, aan. Hoe eng? Echt eng. Oh. Ik heb echt mijn best gedaan, dus okay. Echt eng. Ik heb er ook genoeg tijd voor genomen, want mensen klagen, waar blijft je album? Komt er echt aan, jongens. Blijf even wachten. Ja. Ik doe echt mijn best voor jullie. Ik wil niet dat jullie naar mijn album gaan luisteren en denken van, ah, dit kon harder, weet je. Ja. Dus ik ben wel echt kritisch bezig daarmee. Ja. Maar het gaat wel echt een enge project worden. Nice. Hier staan natuurlijk een hoop artiesten die gaan performen. Trey Songz, Tory Lanez, Meek Mill. Ja, als je zelf naar die line-up kijkt, zijn er bepaalde namen van je denkt, nou, daar heb ik wel wat voor liggen in de computer? Lil Baby, toch? Oké. Heb je hem al backstage al kunnen ontmoeten, spreken? Of? Nee, maar ik kom net van de stage, Avalon Stage, ben gelijk hier naartoe gekomen. Dus ik ga daar zo achterop, misschien kom ik het tegen, misschien niet, maar... Gewoon die man aanspreken, zeggen luister dan, we gaan iets doen, man. Ja toch, waarom niet, broer? Gewoon weet je wie ik ben? Elis op de beat, let's go! Let's go!